In deze hal trainde Jong AZ woensdagochtend. En er was een training zonder bal, want alles stond dit keer in het teken van core stability. Nou ja, we hebben een afgelopen dagen best intensief getraind. En dan hebben we eens in de zoveel tijd doen wij een core stability. Waarin de jongens wat meer in de ontspanning zitten en wat meer op het core. En dat is ook goed. Dus een soort rustdag, maar dan ook een soort rustherstel. Maar wij ze toch wel hun lichaam trainen. Vandaag vond de staf het even nodig om lekker te ontspannen. En wat yoga te doen, wat core activatie. En voor de rest van de dag lekker ontspannen. Ja, core activatie? Ja, is gewoon lekker een beetje buikspieren doen en dat soort dingen. Van core activatie naar het coronavirus. Want afgelopen week kwam Jong AZ het nieuws door twee besmettingen in de selectie. Een staflid en een speler. Gelukkig is het zo dat ze dat de beide gevallen allebei niet klachten hebben. Dus dat is mooi. Maar ja, zijn wel positief getest. Dus zijn in thuisquarantaine en daarom zijn wij met Jong AZ bewegen ons helemaal apart van alle andere teams hier. En we bewegen ons gescheiden op het trainingscomplex. Dus als de andere teams weg zijn, dan komen wij pas. Okay. Dus dan ga je toch extra letten op de afspraken die zijn gemaakt. Weet je. Je gaat echt op die anderhalve meter letten. Geen knuffels, weet je, boxies meer geven. Wat je normaal eigenlijk wel graag doet bij je teamgenoot. Dan terug naar het voetbal. En zo drukt Jong AZ door. Handig wippertje zeg. En de 2-1 voor Jong AZ is daar. Vorig seizoen boekten de Alkmaarse talenten mooie, maar ook minder mooie resultaten. Dat moet dit jaar constanter. Maar dat moet gebeuren met een nog jongere selectie. Omdat de leeftijdsgrens na 21 jaar is verlaagd bij belofteteams. Onze achillesziel zal worden dat we onervaren zijn. Er zijn er maar heel weinig die keukenkampioenvisie ervaring hebben. Maar dat is ook wel weer mooi. Dat maakt het ook wel weer onbevangen. Maar allemaal hele goede spelers. Dus ja, het wordt dringen geblazen. Ik moet gewoon mezelf dit seizoen 38 wedstrijden laten zien. Zodat ik in beeld kom bij Arne. En ik denk dat voor iedereen een doel is. Wij noemen het over het hekje. Dat ze de stap maken. Over het hekje. Over het hekje. Dat ze de stap maken richting het eerste. En dat ze daar op de deur kloppen. En dat ze het Arne en zijn staf ook weer moeilijk gaan maken met beslissingen over de selectie. En dat zou mooi zijn, want dat is uiteindelijk waar wij het allemaal voor doen.